Sinterklaas is weer in het land en de Goedheiligman had deze week in al zijn drukte nog even tijd om, zoals ieder jaar, langs Papendal te komen samen met zijn Pieten. Daar werden zij opgewacht door maar liefst 100 kidsclubleden en Vitesse-spelers Remco Pasveer, Kostas Lamproe en Julian Lelieveld. Kostas, we zijn bij de Sinterklaasviering. Wat vind je ervan om bij deze Sinterklaasviering aanwezig te zijn? Ja, het is alleen maar leuk. Je ziet blije gezichten, blije kinderen die genieten dat ze hierbij kunnen zijn. En dat doen wij ook. Het is alleen maar een hele leuke middag. Jij bent natuurlijk op latere leeftijd naar Nederland gekomen. Heb je daar wel eens wat van meegekregen, van Sinterklaas? Ja, eigenlijk heb ik best wel veel meegekregen. Dat kindjes de schoenen neer moeten zetten en dan krijgen ze allemaal een cadeautje van de Sinterklaas. De Sinterklaas komen met een stoomboot. Alleen dit jaar was een probleem met de stoomboot, dus hij is met de trein gekomen. Maar ja, links en rechts weet ik genoeg dingetjes en ik vind het ook mee, eerlijk gezegd, super gezellig. Je wordt gewoon echt blij van en helemaal als je de kinderen ziet. Je bent gewoon lief geweest dit jaar. Ja, ik ben heel lief geweest. Ja, ik ben echt een brave jongen. Wat heb je allemaal al gedaan? Handtekeningen van de spelers, daarachter gespeeld en de voetbaltafel. Wat denk je dat hij gaat zeggen? Ben je stout of ben je lief geweest dit jaar? Ik denk lief, maar dat weet ik niet. Hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie klopt daar kinderen, hoor wie tikt daar zachtjes tegen het raam. Het is een vreemdeling zeker, die verdwaald is zeker, zal het gauw eens vragen naar zijn naam. Julian, Sinterklaas die vroeg net wat jij zou gaan doen als jij zou gaan scoren voor de eerste keer voor Vitesse. Wat moet je dan doen volgens Sinterklaas? Ja, als het voor de 5 december is, dan zou ik de meiden maken. Dus dan ga ik zo staan. Dat kunnen we aankomende zondag al verwachten, hopelijk. Ja, ik zou ervoor tekenen. En je zei ook wat over wat jij graag zou willen voor Sinterklaas. Wat was dat? Ja, ik wist eigenlijk niet zo goed. Dus toen dacht ik, nou, dat zeg ik maar voetbalschoenen. Dus dat mag altijd, hè. Hey, en wat vind jij ervan om bij deze Sinterklaasviering aanwezig te zijn? Ja, wat Kostas net ook zei, is het gewoon leuk om die kinderen zo blij te zien en zo enthousiast. En dan, ja, dat komt, ja, dat is toch leuk om dat te zien. Dag allemaal!